De bouw van het Amadeus-complex op het Spui waar Mozart ooit woonde is begonnen. De componist schreef daar twee stukken. De start werd muzikaal ondersteund door muzikanten van het residentieorkest. De officiële aftrap was op de bovenverdieping van de bibliotheek. Het was dit jaar een koude Pasen en er gingen minder mensen op pad dan afgelopen jaren. Maar aan het strand was het wel druk door het zonnige weer. Strandtenteigenaren zoals in Kijkduin hadden goede dagen en kijken tevreden terug op het weekend. Voetbalclub SV heeft de 13-jarige Donny Roch, die vorig jaar verongelukte, herdacht met een voetbaltoernooi. Vorige zomer werd de Scheveningse jongen geschept door een auto op de Van Boetselaarlaan. De man die hem toen doodreed, wordt vervolgd. Hem wordt roekeloos rijgedrag verweten. Het is nog onbekend wanneer de Hagenaar voor de rechter moet verschijnen.